Hallo, ik ben Arjan. Welkom terug bij Apsu. En de deur slaat achter ons dicht. We zwemmen weer, moet ik zeggen, in een vrij donkere ruimte. En ons vriendje is niet mee, hè? Nee, we zijn weer alleen. Oh, wauw. Wat mooi zeg. Wat geweldig. Wat is dit prachtig? En weg zijn ze. En we zijn alleen. Op de bodem van een hele donkere plek. Daar. Driehoeken. Dat zouden die drie driehoeken kunnen zijn die we hebben gezien. Oh, er zijn er meer zelfs. Oké, het is een beetje onheilspellend. Maar het voelt alsof de goden, oftewel die, hè, die walvissen, dat die ons hier naartoe hebben gebracht om een bepaalde reden. Tenminste, het voelt alsof dit nu zeg maar, misschien zijn we wel op een soort van bijzondere taak. Oh, dit ziet er naar uit. Misschien moeten we niet in de buurt komen. Maar hier kunnen we wel wat. Een goblin shark. Nou, dan zijn we in ieder geval niet meer zo alleen. Het voelt wel echt alsof ik een beetje uit de buurt moet blijven van die driehoeken. Dus dat ga ik dan ook maar even doen. Daar is ook wat. Maar wel in de buurt van die dingen. Oh, hier. Anglerfish. Er loopt ook een kabel. Hier een hele grote. Oh nee. Het is net alsof ze alarm slaan, zeg maar. Oh nee. Het is heel dreigend. Nou, laten we maar even hier zo naartoe gaan.
daar is iets. Ik heb het gevoel alsof ik daar nog niet naartoe kan. Nou, we eens even die kant op gaan. Daar is een deur. Oké, dus ik ga het wel even daar naartoe. Als het lukt tenminste, want die driehoeken die... Het lijkt alsof het helemaal beschermd wordt, zeg maar. Dit is pijnlijk. Ah, kijk, dan gaat het uit. Oké. Ik heb wel een klap te verduren gehad. Ik ben benieuwd of ik dat ook had kunnen voorkomen. Nou, dat is in ieder geval één stuk. Eén kabel die het doet. Kijk, want daar zweven ze nog rond. Dus ik heb het gevoel dat we sowieso... Eerst maar even dit gaan activeren hier. Wat is dit? Tomopteris? Oh, dat zijn hele... oude diepzeevissen, denk ik. Of tenminste oud, als in... Het ziet eruit als een soort wat niet echt doorgeëvolueerd is, als het ware. Wacht even, die kabel, want ik ging zo weer weg. Die kabel gaat daarheen. Maar zo kan ik ook naartoe. Nee, niet. Ik kom er nooit... Kan ik er komen zonder een klap te krijgen? Ik denk het niet, hè. We moeten die klap verduren, denk ik. Zo, dit is echt niet oké. En het gaat uit. De haai, hij blijft in de buurt, maar we zien hem alleen maar als hij het zelf wil, volgens mij. Nou, ik ga nog heel even rondkijken hier voordat ik wegga. Daar is een standbeeld waarop ik kan mediteren. Vind ik een goed plan. Kunnen we even via die vissen kunnen we even rondkijken. Of er nog plekken zijn die we gemist hebben. De Flabby Whalefish. Hier is de Goblin Shark, die hebben we ook vrijgelaten. Dit is de deur. En daar kwamen die andere dingen uit. En hierboven dan? Hagfish. Hey, hier is wat. Dit moeten we nog even ophalen. Dat is zo'n schelpje. Daar ben ik. Humboldt Squid. Ik denk... dat misschien wel het enige is. Wat we dan nog moeten doen. Ik denk dat we de rest al wel gehad hebben. Nou, dan gaan we zo even naar boven zwemmen. Ja. Oké. We stoppen met mediteren. En we gaan daarheen. Ik hoop dat we een beetje uit de buurt van die dingen kunnen blijven. Daar. Die hebben we te pakken.
En daar is de deur. En dat ze dan die vier goden hebben. Ik doe het maar even goden, ik kan ernaast zitten, maar. Als we die dan hebben bevrijd, dan zullen we wel iets met de haai te maken gaan krijgen. Oh jemig. Hoe kom ik hier nou doorheen zonder klappen te krijgen? Oh nee, 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 nee. Oh, dit is pijnlijk. Snel wegwezen hier. Hé, de haai. Zit hij vast nu? Hij zit vast. Kunnen we hem helpen? We gaan hem helpen. Ja, mooi. Heel mooi. Hij is vrij, wij ook. We kunnen hier weg. Beetje een nare plek was dit. Snel doorzwemmen. Weer zo'n donkere plek misschien. Oh nee, hier zijn we wel. Oh, wauw. Ga ik met ze mee? Ik ga weer met ze mee, of niet? We gaan naar beneden. Daar is de octopus. Beneden. Wauw, gaaf. En hier hebben we een Humboldt squid, maar die wilde ik niet dan meezwemmen. Ik wilde eigenlijk met die octopus meezwemmen. Als het kan. Dat kan denk ik niet, of wel? Ze zijn heel groot. Dat kan wel. De giant squid. De reuze octopus. Of de kraken. Zo je wil. En daar zien we een poort naar het gebied waar we ongetwijfeld iets met de octopus moeten gaan doen. Laten we er snel in gaan. Vier vertakkingen bovenop een gebouwtje. Hierboven de dingen die we hebben gevonden. Daar de orka's. Nee, daar de orka's. Daar de walvissen. En daar de mantarog. En wij gaan die kant op. Ik ben benieuwd wat er dan gebeurt. Daar gaan we dan.
En de deur is open. Dan zwemmen ze. De reuze octopus. Wij gaan door die deur. Ik ben benieuwd wat ons daarna te wachten staat. Ik vermoed iets met de haai. Maar daar gaan we achterkomen. We gaan naar beneden. Het lijkt er wel op. Een hele kleine opening. Oké, daar zwemt de haai. En dit ziet eruit als hele oude, ja, wat moet je het noemen? Buitenaardse architectuur. Ik wil natuurlijk daar naartoe, naar het oog, of in ieder geval naar het midden, maar ik moet oppassen voor die bewakers, zeg maar, eromheen. Dus laten we proberen daar een beetje voorzichtig naartoe te gaan. Even wachten hier. Oh, en dan snel naar binnen. Lukt het ons? Het lukt ons, denk ik, of niet? Ja. We gaan erin. Tot zover. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bye bye.